Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Zo midden in de week en dat richting een bijzondere wedstrijd. Nou ja, bijzondere vijf, iets langer aantal minuten die er nog gespeeld moet worden. Het restant van AZ-NEC wordt woensdag uitgespeeld om 7:00. En dat is toch bijzonder, want ja, is dat al eens een keer eerder? Of heb je dat als trainer al eens een keer eerder meegemaakt? Dat je zo end moet rijden voor 5 minuten? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als ik voor 5 minuten zo'n eind moet rijden, zou ik het niet doen normaal gesproken. Nu gaan we voetballen en daar heb ik veel zin in. Omdat er aan het eind van die 5 minuten iets moois voor ons ligt natuurlijk. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat je bij jezelf denkt van hadden we dit niet anders op kunnen lossen? Nee, daar heb ik eigenlijk totaal nog niet mee bezig gehouden. Het is denk ik logisch dat die wedstrijd uitgespeeld moet worden. Dat het zo ver weg is, ja, daar kan AZ ook niet veel aan doen. Dus wij moeten ons richten op hetgeen wat er te gebeuren staat. En dat is, ik denk, 1 minuut of 6 knallen. Hoe bereid je daarop voor? 5 minuten velen? Dat hebben we met elkaar gedaan door heel veel scenario's door te nemen. Door in die scenario's de jongens proberen ook bepaalde vastigheden te geven. Door te kijken naar slotfases van de tegenstander. Door eigenlijk allerlei dingen aan te grijpen om te kijken of we ergens grip op kunnen krijgen. Maar ik heb ook de boodschap meegegeven, verwacht ook vooral het onverwachte. Want de tegenstander heeft namelijk niks te verliezen. En dan moet je denk ik mentaal heel scherp zijn. Kijk, fysiek 5 minuten, die kunnen we vol gas geven. Alleen er zullen ook andere dingen gebeuren die je misschien niet verwacht. En daar moeten we denk ik meteen voor aanstaan. En dat is wat we met elkaar besproken en laten zien en ook getraind hebben. Dan is het natuurlijk sowieso een bijzonder moment voor NEC om weer terug te keren eigenlijk naar Alkmaar, waar dat allemaal gebeurde met Bas Dost. Ja, ik heb gisteren nog contact gehad met Bas. Over andere dingen ook, maar ook over de wedstrijd van morgen. Dat was ook in de strekking van, we willen morgen heel graag winnen voor onszelf, maar zeker ook voor jou. Nou, hij zei, ik heb echt alle vertrouwen in dat jullie dat gaan redden met elkaar. En dan ga je er ook natuurlijk weer een beetje over nadenken. Ik heb natuurlijk ook de slotfase teruggekeken van die wedstrijd. Nou, dan komt dat moment ook een aantal keren voorbij. Dus ja, dat is wel apart, laat ik het zo zeggen. Regels, regels, regels. Het is even puzzelen voor trainer Rogier Meijer. Van wat mag nou wel en wat mag nou niet? En mag je zomaar vrij wisselen? Één keer zeker, hè, want Bas is er zeker niet bij. Dat andere zullen we morgen moeten bekijken hoe dat, of dat zo is. Dus daar hebben we zeker één medische gegronde reden. Daarnaast hebben we nog een wisselmoment over met 2 wissels. Dus dat is zo hoe het is. Ja, maar daar heb je nog geen uitsluitsel over van de KNVB, wel toch? Ik heb er wel uitsluitsel over, ja. Dus, maar die deel je ons niet mee? Nee, dus dat is hoe het is. En morgen zal blijken hoe het ervoor staat. Ja, is het ook niet raar, want normaal gesproken moet je toch altijd even een beetje in een wedstrijd komen. Die tijd heb je eigenlijk nu niet. Dat geldt natuurlijk voor AZ ook, maar dat geldt voor jullie ook. Nee, klopt. Dus dat hebben we eigenlijk sinds gisteren, is dat ook wel de boodschap elke keer. Er is geen tijd om te wennen aan een wedstrijd, want dan is de wedstrijd al voorbij. Wat jij klopt zegt, dat geldt ook voor de tegenstander. Dus daar moeten we ons ook te degen van bewust zijn, dat is ook een kans. Alleen het kan niet zo zijn dat je 2 minuten nodig hebt om te wennen aan het tempo van de wedstrijd, want er moet meteen gas gegeven worden. Mag je spelers inbrengen die niet op het wedstrijdformulier stonden? Ja, als iemand uitvalt om een medische redenen, dan mag je spelers inbrengen die niet op het wedstrijdformulier staan. Dan is het wel heel fijn dat Sandler weer fit is, hè? Ja, hij heeft zondag 90 minuten gespeeld, dus dat is een goede stap. En dan heb je Bram Nuiting ook nog, wie kan inbrengen volgens mij? Nou, dat zeg ik als medische redenen. Hè. Dus Bas is een medische reden, daar gaan we iemand voor terugbrengen. En morgen zal blijken hoe dat eruit ziet. Het is nog even afwachten wie er morgen dan allemaal op het veld gaan staan. De trainer is er in ieder geval wel al over uit en wij zullen het morgen gaan zien. Het restant wordt uitgespeeld morgen dus woensdag om 7:00 s'avonds. Wij, RN7, zijn er natuurlijk live bij. De radio, schakel in om 7:00 en dan maak je die 5 minuten ook nog mee. En wij zijn er deze week natuurlijk weer met een NEC-update richting de wedstrijd tegen PEC Zwolle. Graag tot dan.